Het onderwerp krachten. Komt u nog één keer. Kracht. Ja, de kracht. De letter voor kracht, de grootheid kracht, is die letter F van force. En je weet, de eenheid van kracht is Newton. Waarom? Omdat Newton, dat was nogal een mannetje wat zichzelf natuurlijk heel belangrijk vond. En die zegt, ik heb het begrip kracht uitgevonden, zwaartekracht. En ik vind dat daar een eenheid achter hoort te staan, Newton. Zo hebben al die natuurkundigen, die hebben dat gedaan. Dus meneer Volt heeft de spanning Volt genoemd. Meneer Volta heette die trouwens. Meneer Ampère, meneer Ohm, meneer Watt, et cetera. Je hebt alleen geen meneer Kilogram, en dat is een beetje jammer. Hey, kracht. Kracht in Newton. Netto-kracht. We hebben allerlei soorten krachten. Wat was ook alweer een netto-kracht? Een netto-kracht. Als je tegengesteld gerichte krachten hebt en je trekt die van elkaar af, dus een touwtrekwedstrijd, dan blijft er een netto-kracht over. En wat jullie moeten weten, jullie moeten herkennen of ergens een netto-kracht op werkt. Dus als er een netto-kracht is, dan kan je dat merken aan drie verschillende dingen. Namelijk nummer 1. Iets gaat harder of iets gaat zachter, oftewel verandering van snelheid. Verandering van snelheid. En die moet je uit je hoofd weten, want die gaan ook gevraagd worden. Verandering van snelheid. Dan weet je nu dus meteen, als een auto bijvoorbeeld harder gaat rijden, en er wordt gevraagd, werkt hier een netto kracht? Dan zeg jij, ja, er werkt een netto kracht, want er is verandering van snelheid. Hij gaat harder. Maar ook als hij zachter gaat rijden, is er ook een netto kracht, want hij verandert van snelheid. Nummer 2. Verandering, ik zet even aanhalingstekens, van richting. Dus maakt iets een bocht. Maakt iets een bocht, dan is daar een netto kracht. Altijd. En de derde, dat is verandering van vorm. Nou, die herken je wat beter. Pak een auto, rijd tegen een boom. Dan weet je, dat heb je gevoeld, dan is er best wel een netto kracht werkzaam geweest. Als je het overleeft. Dus een netto-kracht kan je aantonen en dat moet je op die manier doen. Dus als er wordt gevraagd, werkt er in deze situatie een netto-kracht op een auto? Dan kan je zeggen, ja, want hij verandert van snelheid, van richting. Netto-kracht. Netto-kracht herken je door één van deze drie. Dus stel jezelf bij elke situatie die drie vragen. Is er verandering van snelheid, van richting of van vorm? Nu gaan we dit toepassen op een bewegend voertuig. Dus ik vegeteer het uit en ik ga een tekeningetje maken. Je weet van een Fiat Panda. Hey, een aantal hele simpele dingen. Hele simpele dingen. We gaan het niet rekenen. Een Fiat Panda die rijdt op de A37 met een snelheid van 90 km per uur. Kaarsrecht door. Dus tussen Zwarte Meer en Klazinaveen, daar gaat hij. 90 km per uur constante snelheid. Aan jullie de vraag. Werkt er een netto kracht op die Fiat Panda? Stel jezelf drie vragen. Verandert die van richting? Nee, want hij gaat rechtdoor. Verandert die van vorm? Mag ook nog niet. Verandert die van snelheid? Nee, want hij gaat constant 90 km per uur. De hele tijd. De hele tijd. Hey, dus let op, ook een auto die een bepaalde snelheid heeft, dus ook Max Verstappen, die op het lange rechte in Zandvoort gedurende 2 km lang 280 km per uur rijdt, daar werkt geen netto kracht op, want hij verandert niet van snelheid, richting of vorm. Pas als hij gaat remmen of accelereert, dan wel, of als hij een bocht maakt. Dus hier is de F netto 0. En dat is de strikvraag. En die vragen die gaan komen. Jullie moeten op dat moment consequent, en niet alleen basis 4, maar ook HAVO 5, jezelf die drie vragen stellen. We halen hem weg. Dan gaan we kijken. De Fiat Panda zit met een snelheid van 72 km per uur achter een vrachtwagen en de chauffeur besluit om in te gaan halen. Dus hij geeft vol gas en na 40 seconden heeft hij een snelheid van 85 km per uur. Want zo snel gaat dat met die dingen natuurlijk niet. Is er nu een netto kracht? Ja, verandert van snelheid. Hij verandert van snelheid, dus er is nu een netto kracht. Meteen de volgende vraag, als ik die auto zo teken. Welke richting is die kracht op gericht? Naar voor. Naar voor, die kant op. Hij gaat harder rijden, dus hij zal daadwerkelijk. Let op, je hebt bij die auto drie krachten die werken. Even de zwaartekracht doet even niet mee. De horizontale krachten, de motor die levert een kracht in de rijrichting, want hij gaat die kant op. Dan heb je de rolweerstand,
rolweerstand, bijvoorbeeld het contact van de banden op de weg. Je weet dat die weerstand verandert wanneer het wegdek verandert. Ga zelf maar eens fietsen over een hele gladde asfaltweg of over een stenenweg, een keienweg. Dat is veel zwaarder. Ga maar eens kijken als je banden zacht zijn. Dat is nog veel zwaarder, want dat geeft veel meer contact met de weg en dus veel meer wrijving. Als je wiel aanloopt. Maar er is er nog eentje, dat is de luchtweerstand. En die luchtweerstand is over het algemeen bij een auto de grootste weerstand die optreedt. Niet die rolweerstand, het is altijd de luchtweerstand. Ze hebben toen een proef gedaan met een of andere, weet ik veel wat voor racewagen. Die hebben ze in het testterrein van Mercedes laten rijden. Een heel lang recht stuk van tientallen kilometers. En die halen een snelheid van, ik meen, 420, 425 kilometer per uur. Gewoon een productiewagen. En toen bleek in één keer dat ze hebben dat gemeten, dat de lucht, doordat hij er zo hard tegenaan reed, zo dik was, dan was het net alsof het vanillevla was. Dus alsof je, probeer eens door water te lopen, als je tot hier in het water zit, dat is best heel moeilijk, je kan niet rennen. Nou, dat is met zo'n auto ook natuurlijk. Als die keihard door die lucht heen gaat, dan is het net alsof die lucht een grotere dichtheid krijgt. Oftewel, die heeft een enorme weerstand. En ze hebben toen berekend van, het is net alsof die door vanillevla rijdt. Zo dik is die lucht dan geworden. Een nettokracht wil zeggen, hij trekt op, dus die en die ten opzichte van die geeft een resulterende kracht die kant op, dus er is een F netto. Stel voor dat hij afremt, hij remt af, waar zal de resulterende kracht dan naartoe zijn gericht? Achter. Naar achter. Dat is een van de leuke dingen. Ik heb hier voor de HAVO-leerlingen, heb ik hier wat VT-diagrammen gemaakt en dan ook met een vertraging. En op een gegeven moment, als je dan Excel zijn gang laat gaan, Excel die snapt natuurlijk niet dat bij het stoplicht dat je stilstaat, maar die zegt, nee, ik reken lekker door. En volgens Excel zou je dan, als je daar de formule ingeeft, dan gaat een auto remmen tot hij stilstaat en daarna gaat hij weer achteruit. Nou, dat was natuurlijk de bedoeling niet helemaal. Als jij naar een stoplicht toe rijdt, dan sta je daar stil en dan ga je niet daarna weer achteruit rijden. Maar goed, plus een kopje. Net op kracht. En nu gaan we een stopafstand doen en nu gaan we het rekenwerk erbij doen. Niet voor de kracht. De kracht hoeven jullie niet uit te rekenen. Je moet alleen bij die kracht, nogmaals, de tegengesteld gerichte krachten van elkaar weten af te trekken. Nou, dat weten jullie wel. Deze auto. Oké, komt-ie aan. De Fiat Panda. Jullie zitten achter het stuur. Ari, jij zit achter het stuur. Wij hebben een snelheid van 72 km per uur. In de verte, Ari, steekt een docent over. We nemen even een docent die je leuk vindt. Dat is Bauma. Hey, let op. Jij rijdt hier in de auto met een snelheid van 72 km per uur en in de verte steekt iemand over. Op dat moment gebeurt het volgende. En ik wil dat je dit goed volgt, want dat kan bij het centraal examen komen. Ook bij de toets. Op dat moment zie je dat. Je ziet iemand oversteken. Gedurende de tijd dat jij gaat beslissen wat je gaat doen, want je kan twee dingen doen. Je kan zeggen van, oh, kijk nou dan, dat is duim dan. Kan je besluiten om te remmen. Of gas geven. Dat is een keuze die je zelf maakt. Er zijn leerlingen in deze klas die geven liever gas. Er zijn leerlingen in deze klas die zullen zeggen van, ik rem. Maar op dit moment ben je aan het nadenken. Je bent aan het nadenken, wat zal ik doen? Dus gedurende een bepaalde periode, en dat noem je de reactietijd. De reactietijd. 1 seconde. Nee, ze hebben altijd een reactietijd van 2 seconden, zeggen ze. Maar de reactietijd, en het maakt niet uit hoe lang die is. Gedurende de reactietijd doe je niks. Dus je legt een bepaalde afstand af in deze tijd. De reactieafstand. En dan ga ik jullie vragen, is er tijdens die reactieafstand, tijdens die reactietijd, werkt er dan een netto kracht op de auto of niet? Nee. Leg uit. Nee, je doet toch niks, zeg je. Zegt juist. Ja. Hij verandert niet van snelheid, niet van richting en niet van vorm. Dus de resulterende kracht hier, netto kracht, is 0. Ongeacht wat je nu gaat doen, dus we nemen eerst even, we doen een beetje lief. We stoppen. Dan ga je hier 0 meter per seconde en hier 72 km per uur. Dat wil zeggen, je remt bijvoorbeeld in 4 seconden af. Werkt er nu een netto kracht? Ja, want je snelheid verandert. Die gaat van 72 km per uur terug naar 0. Dus er is hier wel een netto kracht. Welke kant is die opgericht? Nou, je gaat remmen, dus die is die kant opgericht. Tegen de rijrichting in. Nou, voor de liefhebbers.
ook zeggen, ik ga 72 km per uur. Hé, hey, ik zie die oversteken, die geeft plankgas. Plankgas, en je stuurt nog een beetje bij om te kijken van, ik wil hem wel goed raken natuurlijk, want anders is er niks aan. Is er nu een nettokracht? Ja, natuurlijk, want hij verandert van snelheid, hij gaat alleen maar harder. Dus er is wel degelijk een nettokracht en nu in de rijrichting. En dit zijn de verbanden die jullie moeten leggen. En het probleem met de hoofdstukken en de stof die jullie krijgen, is dat die stof die wordt alleen maar in hapklare brokken gegeven. Dat wil zeggen, je krijgt een hoofdstuk krachten en je krijgt een hoofdstuk snelheid. Maar het gaat er nu om dat je die twee hoofdstukken bij elkaar voegt. Ik ga het rekenwerk even niet doen. Ik ga verdoor met veiligheid, want er wordt nogal wat gevraagd over veiligheid. Ik hou dit weg. Dan heb ik hier een reactieafstand. Die zet ik even neer. En kijk even goed mee, want hier gaat het ervan. We gaan er even vanuit dat het een renweg is. De stopafstand. Stopafstand van een auto. Dat begrip moeten jullie weten. De stopafstand is de reactieafstand plus de remweg. Dus als jij een reactieafstand hebt uitgerekend en je hebt de remweg, dan tel je die op en dan is dat de stopafstand. Altijd. Even een vraag. De politie die controleert nogal wat op alcoholgebruik en drugsgebruik en telefoongebruik achter de auto. Waarom doen ze dat? Voor de lol. Even serieus doen. Veiligheid. Veiligheid. Maar wat verandert er dan op het moment? Stel voor, ik ben naar de kroeg geweest. Ik ben bij ons in de stad naar de kroeg geweest. En ik zuip mezelf helemaal klef. En ik denk bij mezelf, nou weet je wat ik nou doe? Laat ik nou verstandig doen. Ik stap gewoon in de auto en ik ga naar huis. Waarom krijg ik dan makkelijker ongeluk? Reactie. Oké, let goed op. Die remweg niet. Die remweg niet, daar gebeurt niks aan. Op het moment dat ik zo lam als een deur ben en ik trap op de rem. Die auto is niet dronken. Die remt wel. Maar het gaat hierom. Kijk, het is natuurlijk wel makkelijk als jij daar iemand over ziet steken, dat je dan snel reageert in plaats van dat je zegt van, zou daar echt iemand lopen? Want dan heb je hem al geraakt voordat je überhaupt aan het remmen bent. Dit is waar het om gaat. Die reactieafstand. Want je ziet dat mensen over het algemeen, zeker in een woonerf, heel snel reageren. Vaak sneller dan 1 seconde. Dus ze gaan 30 km per uur. Dan steekt de kind over, boem, poot op de rem. Maar op het moment dat jij gedronken hebt en je reageert pas na een seconde of 3 à 4 en je gaat 20 meter per seconde, dan heb je 60 tot 80 meter afgelegd voordat je überhaupt het idee hebt van, zal ik toch eens gaan remmen? Want dan moet je misschien wel besluiten dat je, om te zeggen van, het is niet meer nodig, ik heb hem al geraakt. Nou, dat is wat lastig. Het kan ook een bocht zijn dat je zegt, nou ja, ik zie die bocht, maar weet je wat ik nou doe? Ik zal straks eens even remmen. Dan lig je al beneden ergens van een viaduct of wat dan ook. Dus dit is waar het om gaat. Stel voor, het heeft buiten gesneeuwd. Waar heeft het invloed op? Op die of op die? De remweg. Remweg. Wat zijn de factoren die invloed hebben op de remweg? Gladheid wat nog meer. Levi, wat heeft invloed op de remweg? Slecht wegdek. Slecht wegdek. Nog één. Snelheid. Wrijving. Ja, maar dat is slecht wegdek. Ja? Profiel. Oké, gladde banden. Gladde banden. Slechte remmen. Denk altijd simpel. Er wordt elk jaar gevraagd naar een remweg. Die wil je veranderen. Wat zijn de invloeden van een auto of het wegdek die daar mee te maken hebben? Nou, gladheid, dus sneeuw, ijzel, regen, etc. Het wegdek kan slecht zijn. Er kan rotsen op de weg liggen. Maar ook heel simpel. Je banden kunnen glad zijn. Nog een vraag. Welke auto zal de kortste remweg hebben? Een hele zware auto of een hele lichte auto? Ik denk dat op het moment dat je een Fiat Panda vergelijkt met een vrachtwagen van 40 ton, staat de Panda eerder stil. Dus hoe meer massa je meeneemt, hoe sterker je remmen moeten zijn om goed te kunnen remmen. Dus over het algemeen heeft massa een negatieve invloed. Wat heeft invloed op die reactieafstand? Nou, dat is eigenlijk niks anders dan goed zicht hebben, goede lampen. Waarom hebben ze tegenwoordig die xenonlampen? Die schijnen gewoon veel helderder en veel verder, waardoor je eerder iets ziet en dus sneller kan reageren. Maar ook niet zuipen, geen pillen gebruiken, dus. Maar ook heel veel mensen die bijvoorbeeld medicijnen gebruiken om het een of ander, die moeten eigenlijk niet achter het stuur zitten. Dus dit zijn de factoren, onthoud die nou, want er wordt naar gevraagd.